De heer Wilders die reageerde net als door een adder gestoken om te zeggen: ik ben geen racist. Als je jarenlang de meest verwerpelijke uitspraken doet, zoals minder Marokkanen, zeg dat Marokkanen kolonisten zouden zijn om hier de boel over te nemen, dan is het toch niet vreemd dat mensen zeggen: ja, daar staat een racist. En ik vraag hem daar afstand van te nemen. In geen 100.000 jaar en wij zijn geen racisten. Zijn bewindspersonen in dit kabinet zeiden gisteren nog: dames met een hoofddoek, die moet af voor de vrijheid. En ik vraag aan de heer Wilders, niet alleen het racisme, maar ook de onversneden moslimhaat. Neem er afstand van. Wij zijn geen moslimhaters, we hebben een probleem met de islam. Ja, dat is religiekritiek, dat mag. Dat moeten Agema en Faber straks maar gaan uitleggen aan de dames met een hoofddoek die op een ministerie werken, die ze hebben weggezet. Waarvan zij zeggen: wij vinden eigenlijk wat jij draagt, daar kijken wij op neer. Dat zijn de verwerpelijke denkbeelden die op dit moment in dit kabinet zitten. Het is geen moslimhaat meer, maar dan is het opeens religiekritiek. Wat hij blijft doen, is mensen in Nederland, Nederlandse moslims, wegzetten, kleineren, haat aanwakkeren. En dat doet hij al 20 jaar lang. Ik zal er tot aan het einde van mijn dagen tegen strijden. En daar kan de heer Wilders op rekenen.